Welkom bij NL Magazine Go to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit... Maurice Arout. En deze week zijn wij naar Geostorm geweest. En ik moet zeggen, het was een hele verrassende film voor ons. Wij zijn er blind in gegaan. Klopt. We hebben pas een beetje gelezen over de recensies. En wat bleek, tot het bot werd hij afgekraakt door elke nieuwsoutlet die wij gezien hebben. Toch hebben wij misschien als enige dan wel een andere mening. Klopt. Maurice? Ja, ik vond het een hele leuke film. Niet de klassieke rampenfilm. Er zat zwaar een verhaal in. Ik denk wel dat het een verhaal is die gesponsord is door Al Gore en niet door Donald Trump. Ja, dat denk je nog steeds. Maar die film die ligt al een paar jaar op de plank, hè? Ja, het zou best kunnen, maar ik vind het echt... Al jaren ligt hij al op de plank. En jij bent ervan overtuigd dat het allemaal Donald Trump slaat op zijn beleid. Maar hij ligt al echt jaren op de plank. Hij ligt in de Obama-tijd, is hij nog geschoten. Nou, dan is hij heel goed. Dan is hij echt goed gereleased dan, in feite. Want ja, het is echt zo. Het is, de hele climate change wordt natuurlijk hier bevestigd met deze film. En ook dat hij opgelost. Dat ze een oplossing hebben. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Dat gaat never nooit gebeuren echt. Maar ik vond het wel leuk hoe ze dat hebben verzonnen. Ik ook. Ja, ja. Ik vond het visueel ook spectaculair. Ja. Dat trok mij nog het meest aan het hele verhaal. Dat die visueel zag hier er heel mooi uit. Met technologie en de Space Station. Dat was wel mooi, ja. Ja, ik vond het wel heel mooi gedaan. Ja, alleen het was wel volgens mij in 2019 werd hij al gebouwd. Dus dat is wel heel rap. Ja, dat is heel rap gegaan. Ja, mijn hele planeet deed mee. Hè? Ja, dat is waar. Maar uiteindelijk gaat de Amerikanen wel weer in de leiding. Tuurlijk, ja. America first, hè? Dus dat was een heel leuk... Dat was ook onderdeel van het verhaal natuurlijk. Maar Gerald Butler, die zei ook... Let's make America great again. Ja. Ja. Terwijl Del zei dat hij half Engelsman was. Dat is leuk. Oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja, dat was een Engelsman. Ja, ja, half Engelsman. Dat klopt. Nee, maar Gerald Butler speelde goed. Van Andy Garcia vond ik ook wel grappig. Andy Garcia vond ik ook een goede rol. Dat was leuk. Ja. Het meeste wordt als laatste wordt hij best wel zo'n bad guy gecast. Ja, maar dat kan hij wel hebben. Ja, hij kan het hebben. Dat kan hij hebben. Het gaat niet helemaal spoorlijk, maar er zit wel een mooie twist in die film. Ja. En Harris had ook een hele goede rol. Ja, ja, dus, maar dat is ook een goede acteur. Ja, het is gewoon een karakteracteur. En die, ik had wel op een gegeven moment wel door wat zijn rol een beetje ging worden. Want hij wordt ook vergetypecast altijd, vind ik. Maar hij kan ook af en toe wel zeg maar, de goede generaal zijn. Dat kan. Dus hij kan wel twee kanten. Ik vond hem hier heel erg naar The Rock. Ja. Weet je wel? Ja. Dat type personage dat hij in The Rock had neergezet, dat was hij hier ook. Dat was hij heel goed in natuurlijk. Ja. Die ster in. Ja, precies. Daar vond ik heel zeker een goed film. Ja. Dus daarin vond ik het een leuke film. Ik vind het ook echt een film die je gewoon op het grote scherm moet kijken. Ik heb zelfs iemand, een collega van mij heeft gekeken. Die heeft zelfs op IMAX gekeken. Die zei, dan is hij nog kikkerder. Omdat je dan nog meer het effect krijgt. Ja. Dus ik vind het een leuke film. Ik vond het ook een leuke film. En als je naar de bioscoop gaat ervoor. Dat je denkt, nou ga er toch weer naar de bioscoop voor. Ondanks dat iedereen zegt hoe slecht die wel niet is. Zeggen wij van... Gewoon doen. Kijk hem gewoon. Kijk, wij gaan ook niet... Wij denken ook niet bij elkaar van... alles krijgt hele slechte cijfers. Laten we nou niet gaan. Het hoeft niet. Nee. Voor je eigen mening. Zullen we gelijk een cijfer geven? Ja, geef een cijfer. Ik geef hem een 7. Ik sluit me daarbij aan. Ik vind ook een goede 7 waard. Ja hoor. Ja. Dus dat is de moeite waard om te gaan. Ik vind elke film dat ik denk van... Nou, die zou ik nog wel een keertje willen kijken. Ja. Vind ik... Dit kan. Deze kun je nog sowieso 7 waard. Ja. Deze kun je nog een keertje lekker op 2 keer kijken. Als hij over 2 jaar nog iets op Netflix is, dan... Ik heb ook eens aan. Ik heb dus wat dat betreft is Geostorm misschien voor ons als enige recensie-outlet, noem het maar op, zeggen wij van gaan. Gewoon doen. Oké, tot volgende keer.